Hallo iedereen, vandaag zullen we het hebben over mijn favoriete onderwerp, namelijk de stoelgang van de hond. Als wij aan mensen vragen hoeveel de hond gemiddeld naar het toilet moet, dan is het antwoord 2 keer per dag. Nu, wat is eigenlijk de ideale stoelgang, ofwel de golden drop? Wel, de stoelgang is bruin van kleur, is middelmatig van hardheid en geeft weinig geur af. Hoe komt het eigenlijk dat je hond diarree heeft? Wel, diarree heeft eigenlijk verschillende oorzaken. Het is zo, honden wandelen heel vaak buiten en vaak weet je niet met wat ze precies in aanraking zijn gekomen. En als een hond eigenlijk likt aan een onhygiënische plaats of dat ook zelf binnenkrijgt, dan kan het zijn dat hij diarree heeft. Een andere oorzaak is eigenlijk het niet juist overschakelen van de voeding. En een derde oorzaak is dan het gestresseerd zijn. Als een hond gestresseerd is, dan kan het voorkomen dat hij diarree heeft. Een te harde stoelgang kan verschillende oorzaken hebben. Dus het kan zijn dat je hond te weinig beweegt, dat hij geen juiste aangepaste voeding krijgt, of dat hij eigenlijk te weinig drinkt en te weinig gehydrateerd is. Nu, wat kan je daar eigenlijk aan doen? Dus ga voor eerst eigenlijk voldoende wandelen met je hond. Geef hem voldoende water en zorg eigenlijk ook voor de juiste aangepaste voeding met voldoende vezels, zoals bijvoorbeeld lijnzaad, die ervoor zorgen eigenlijk dat de stoelgang wat zachter wordt. Als je overschakelt van voeding, is het eigenlijk heel belangrijk om dat langzaam aan te doen. Een hond heeft eigenlijk maar een beperkt aantal darmflora en die moeten zich aanpassen. Dus wij raden aan om eigenlijk de overschakeling te maken in 1 week. Meng langzaamaan de oude voeding met de nieuwe voeding en dan komt dat helemaal in orde.